C'est toujours intéressant de faire un entraînement sur un jour de voyage parce que ouais, ça permet de. Déjà, moi, je peux commencer l'entraînement avec une grosse partie de stretching, un échauffement très, très progressif, etc. Ça permet de mieux récupérer. And how have you seen your role sort of develop on this team over the last few years? I think that like when you get the experience of playing in the W, of having the experience of the Olympics, like you know that you need to help the team. You know that you have to be a leader. You know that especially with Emma, we try to help them because it's a young team. Welcome by the Pepi and Cookie Show, Kiki and Julie. Hola. Cutscene. We swing the ball, go to work, and we finish with the ball. Servien is sowieso een agressieve ploeg die eigenlijk altijd willen spelen op de bal met trappings, met redelijke agressiviteit, hoge druk. Dus voor ons zal het noodzaak zijn dat wij van het begin van de wedstrijd tempo bepalen, zowel in defense en in aanval. Want ik denk dat wij een ploeg zijn die redelijk snel en redelijk agressief kunnen spelen aan de twee kanten van het terrein. En dat dat wel moeilijk is om te matchen als we dat geconcentreerd doen van het begin van de wedstrijd. En Servië, supergoed. Dus gouden medaille op TK vorige keer. En we moeten ze sowieso niet onderschatten. Ze zijn misschien iets minder, iets jongere ploeg ook. Maar sowieso niet onderschatten. En ervoor voor gaan, de 40 minuten. We hebben nog een eitje te pellen met 2 jaar geleden. En het voelt wel echt in de groep dat we dat niet vergeten zijn. En dat we gewoon dat tijd is voor revenge. Yeah, sure. Can't wait. Can't wait to play against them and kill them. Après, pour le reste, c'est écrit au-dessus de vos têtes, okay, derrière tout le jeu, okay, donc il faut que ça commence aujourd'hui. Ça commence pas demain, ça commence aujourd'hui. Donc jouez ce match avec beaucoup d'ambition. At this moment, this is the biggest game that you're gonna play. This is the most important game at this point. Okay, je vous l'ai dit tout à l'heure, okay, ça, c'est la servie. Ok, ladies, servie, moi. They're gonna be on fire again and they're gonna bring all the energy. So we need to stop that. We just need to stay focused. 20 minutes. Le premier step de valider avec d'accord cette qualification pour le OQT, d'accord. Donc et après j'ai vraiment apprécié votre réaction après le match, okay, parce que je pense que vous sentez qu'on peut aller un peu plus loin, donc on a célébré comme il fallait, d'accord. On a surtout conservé l'énergie pour la suite, ok. Just two more, ok. Let's go. Let's go. One team. Let's go.